Ik heb eindelijk mijn plekje gevonden. Precies één jaar staan ze er nu Merwedehuisjes in Dordrecht. Bedoeld om daklozen weer een dak boven het hoofd te geven. Hoe gaat het eigenlijk met die mensen die daar wonen? Op zich veel beter dan een kartonnen doos onder de brug. Ik weet niet zo te verstanden. Maar ik, ik heb nog gelukkig. Ik ben heel happy. Betekent dat dat je hier de rest van je leven wilt blijven wonen? Ja. Ja. ja, ik wil vooruit verder met mijn leven. Iets op gaan bouwen. Sociaalbeheerder Dieter Spruitenburg houdt een oogje in het zeil bij de Merwedehuusjes. Omdat wij deze mensen al kenden vanuit ook het leger des Zeils bijvoorbeeld, uh, hebben wij wel een goede relatie met deze mensen. Ja. Hoe zien ze je? Als de bewaker of als de hulp? Nou, ik hoop dat ze me zien als de hulp. En, uh, het zal ongetwijfeld soms wel eens als de bewaker zijn, maar uh, over het algemeen denk ik dat het wel als de hulp is. Ja. Wethouder Heikoop is blij met deze oplossing voor daklozen. Het levert de samenleving zelfs veel op, want deze mensen zitten hier veilig, veroorzaken ook geen overlast meer, geen gedoetjes met justitie en dergelijke. Dat gaat eigenlijk hier heel goed, dus het is een goede oplossing. Vijf huisjes erbij, zou het kunnen? Ja, ik denk zeker wel dat er voor meerdere mensen zo'n huisje wel geschikt zou zijn. Ja. ja, ik vind het wel voor uitbreiding vatbaar. En je moet heel goed kijken naar waar je dat doet, draagvlak vanuit de buurt. En uh, omliggende gemeenten kunnen hier ook een goede rol in vervullen, want je kan ook één of twee van deze huisjes uh, uh, neerzetten. Dus daar gaan we zeker over in gesprek, want het is een hele mooie oplossing voor veel mensen. Ik wil geen problemen meer. En dan zit je hier goed. Ik zit hier goed. En hun willen ook geen problemen. is goed, toch? iedereen blij? Ja.